Vanmiddag was het op veel plaatsen bewolkt in ons land. Alleen langs de noordwestkust en de westkust heeft de zon toch enige tijd behoorlijk geschenen. In de oostelijke helft van het land hebben ze de zon vandaag niet of eigenlijk helemaal nauwelijks gezien. Dat had allemaal te danken met een zwakke storing over ons land. Die zwakke storing ging gepaard met heel veel lage bewolking. Maar boven de Noordzee liggen een aantal opklaringen voor ons klaar en daarmee krijgen we vanavond te maken. Als ik in de modelverwachting kijk, dan hebben die opklaringen te maken met een zwakke rug van hoge druk, als een uitloper van een hoge drukgebied voor de Portugese kust. En in die opklaringen daar kan het vanavond nog wel eens behoorlijk gaan afkoelen met misschien temperaturen rond of zelfs ietsjes onder het vriespunt. Dankzij het hoge drukgebied is het bij ons de komende dagen wel rustig weer, maar zien we vaak bewolking en soms valt er wat lichte regen of motregen. En donderdag dan passeert er een wat actieve frontje die vanaf de Noordzee geleidelijk aan over ons land gaat trekken. Dat betekent dat donderdag de kans op wat intensievere regenval wat groter zijn. En tot die tijd zal het op veel plaatsen droog blijven en als er wat valt dan is het merendeel over lichte regen of motregen. Vanavond dus met name in het noordwesten een aantal opklaringen, later ook in het noordoosten en daar de laagste temperaturen. Lokaal kan het afkoelen tot iets onder het vriespunt. en Met wat mist en misschien ook lokaal een nat wegdek kan het plaatselijk zijn wel eens behoorlijk glad gaan worden. Nou, in de loop van de nacht neemt de bewolking dan weer toe en loopt ook geleidelijk aan het kwik een stukje op. Toch kan het temperatuur lokaal rond 0 uitkomen, misschien iets te zelfs. En daarbij ontstaat dan ook mist en er is er ook kans op gladheid. Op andere plaatsen waar de bewolking behoorlijk dik is, daar komt de temperatuur eigenlijk niet onder het vriespunt uit. En naar zee koelt het ook niet heel veel verder af dan een graad of twee. Morgen min of meer een herhaling van vandaag. De meeste bewolking in de oostelijke helft van het land. Daar af en toe ook wat lichte regen of motregen. In het westen van het land is het wat meer een deel droog. En daar kan ook heel af en toe de zon een keer doorbreken. Daarbij wel zacht voor de tijd van het jaar, 5 tot 8 graden. En daarbij een meest zwakke tot matige westenwind. Woensdag dan is het ook nog grotendeels bewolkt. Zo nu en dan ook nog wat lichte regen of motregen, Zacht met 7 of 8 graden. Donderdag is de kans op wat intensievere regen wat groter. Ook de temperatuur gaat een stukje omhoog. 8 of 9 graden. Daarbij blijft de wind meest matig uit het westen waaien. Zondag dan draait de wind. Vrijdag moet ik zeggen. Draait de wind een fractie naar het noordwesten. Dat betekent dat we wel met wat buien te maken krijgen. Lokaal valt dan ook een behoorlijk spatje regen. Tussen die buien door af en toe de zon en temperaturen tussen 6 en 8 graden. Nou, zacht winterweer dat houdt voorlopig nog ook wel eventjes aan. En ook de kerstdagen lijken relatief zacht te gaan verlopen met temperaturen boven de 5 graden. Dat betekent dat de kans op een witte kerst momenteel toch wel zeer minimaal is en dat het eerder 8 of 9 graden wordt dan overdag dan 2 graden. De kans op vorst de komende periode ook klein. Dus de, de winterse neerslag die gaan we voorlopig waarschijnlijk ook niet zien. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl.